Aupi, loop, 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 loop. Nee, man, nee, 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 nee. Better check, jij vieze, vieze, vies, vies, joh. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar de nieuwe FIFA 16 Ultimate Team Road True. Ik versprak mezelf. Maakt niet uit, we gaan verder. Stefan liet achter in de reacties. Je hebt nu 82 rated Aubameyang. Je kan ook je 82 rated verkopen en de 84 rated kopen. Die zal nog meer baten. Voor de rest zou je Vidal kunnen kopen voor Castro. Als hij te duur is, kan je ook eerst voor Thiago gaan. Dankjewel voor je reactie. Dat van Aubameyang gaan we zeker doen. Dus meneer Aup, hup, wordt hier verkocht. Ik weet het, kan hem op de markt zetten, bla bla bla. Kan je er misschien een duizendje meer voor krijgen. Boeit me niet. Meneer Aup, ik zie hem hier staan. 84 rated. En meneer Aup is zojuist gekocht. Daarnaast staan er ook middenvelders in de reactie. Waar ik op mijn beurt een beetje zit van, ja, het is iets meer te aanvallen. Mijn verdediging was ook gewoon een punt waaraan gewerkt moet worden. Dus voor mij apart, wordt er even zo'n gehaktbal van een Boateng er even bij gepakt. Want we hebben de muntjes er nu toch voor. En het is een grote upgrade, dus ik zeg, ja, waarom niet? Dus meneer Boateng is ook gekocht. Dan hebben wij nog bijna 30.000 muntjes over. We houden dat nog eventjes als reserve. Dus meneer Aup in de spits. Subotic op de bank. En Boateng op het veld. En dan is dit, op het moment, ons team. Oké, stiekem werd ik toch een beetje verleid door die Chileen. Ik ga toch even kijken. Oké, ik heb hem gekocht. Maar dat is meer omdat Mario Götze niet wil baten, oké? Tenminste, nee, baten, snap je? En dan staat Vidal op zijn plek. Hartstikke mooi. We gaan kijken of dit team wil baten. Onze eerste tegenstander is Little Holland. Ja, dit is een aanwezig teampie. En ik zag dat meneer, die had ook één gast bij zich. Dus het kan zijn dat we hier gewoon te maken hebben met een gek duootje die weet hoe ze moeten spelen. Gaan we. Veel succes aan mij, veel succes aan hem. Hij, zij, weet niet. Misschien aseksueel. Niemand weet het. Het is weer even wennen hoor, om dit FIFA er weer eens even bij te hebben. Oh, Vidal is aan het frauderen. Het was. Niet meer. Gaan we. Thomas. Paast hem door. Dat een I-paas moeten wezen. Geen R1. Of L1, sorry. Di Tomás. Di Tomás naar Vidal. Aupi loopt. Aupi is aan het lopen. Nee. Ja, dat is een goal. Er moet sorry gezegd worden tegen zo'n Tsjech. Het is een Tsjech. Hoe kan Tsjech die bal niet tegenhouden? Tsjech is echt één vieze fraudeur, man. Meneer Leno. Kan geen ballen werpen, net zoals Neuer. Maar dat maakt niet uit. Ik zie daar Bellarabi. Bellarabi. Oh, dit is echt de perfecte stiftafstand. Wip. No, de haat! Ik begon er spontaan van te spugen. Wat een haatactie. Nee. Wat is dat dan voor paas? Dit is niet lekker. Dit is een man die net overgestapt is van FIFA 15. Wat? Ik heb helemaal niks gedaan. Je zag, ik zat naar de camera te kijken. Ongelooflijk. Ongelooflijk. What the fuck gebeurde er überhaupt? Thomas is me toch even een partijtje aan het frauderen. Als hij... Oh, nee. Dat was nog een fucking tackle die ik nog echt had staan. Aupie. Aup die loopt zo lekker, joh. Aupie is lekker aan het lopen. Meh. Wat, dat was een schot, hè? Besef, dat was een schot. Besef. Hier, FIFA 15 bal op je mik. Neem hem goed mee. Dat is niet goed. Dat is gewoon niet goed. Oh, nee. Wat? Dat had echt Belangena niet zo close mogen wezen, joh. Hier. Aupie. Hier. Aupie. Hier. Flash. Ah, dit is jammer. Peace check. Thomas. Nee, wat een klote aanname. Fraudeer. Thomas. Fraude. Er moet sorry gezegd worden voor de fraude. Oh, heerlijk. Feels good, man. Gaan we, meneer Castro. Au. Loop. Lop. Naar boven. Nee. Hoe is de buitenspel dan? Hond! Geef me dan tenminste de herhaling.
Ah, de bal die had er al heen gemoeten. Zo'n Lukaku gaat gewoon even zijn hoofd er tegenaan zetten. Wat is dit? Ik heb geen speler, die gaat erin. Ja, man, hou op. Hou op. Even optieven met die bal. Wat is dit nou weer? Wat is dat voor... Oh nee, het is de 45ste minuut. En het was een FIFA 15 bal. Hoe... Serieus. Mijn verdediger stond er echt bij. Echt van, hé. Deze bal heb ik in tijden niet meer gezien. Dit zijn ballen van vorig jaar. Stond er verbaasd bij. Kaak lag op de grond. Het mooie is... Sterling kopt hem, hè. Die steringskelter. Die geen eens een hoofd heeft. Gaan we. Tweede helft. Oké, het duurt nog even. Gaan we. Tweede helft. Maar ik ben sowieso van nu een nature zeg maar in het nadeel. Omdat deze guys met z'n tweeën zijn. En ik ben in mijn eentje. Met z'n tweeën kan je zoveel meer voordeel eruit halen. Hou eens op met dat koppen met die skelters, man. Die fucking Silva manen. Die is echt 1,60 meter of zo. Die rat. Thomas, Thomas. Opie. Dat is een goal. Je moet wederom sorry gezegd worden. Terwijl dat helemaal geen smerige goal was. Het was gewoon netjes uitgewerkt. Dat heeft helemaal niks met fraude te maken. Het was gewoon, ja, hier paas. Stond helemaal open. Ja, checken met dat rode, roze pakkie. Heeft hem niet. Maar er gaat binnen 10 minuten in-game gaat er een fraude goal tegen me komen. Ik dacht bijna dat is een penalty. Oh, en dan had ik gelijk gezegd, ja, zie je wel. Zie je wel dat ik bedoelde met de 10 minuten? 10 minuten zijn hoogstwaarschijnlijk nog geen eens voorbij. Het moet nog gebeuren. Thomas, ga jij eens even lopen. Jij bent niet zo'n loopman, hè? Maar dat maakt op zich niet heel erg uit. Ik ga naar binnen. Ik ga naar buiten. Ik zie daar iemand. Oh, daar stond Vidal. Bal was er bijna doorheen. Ze gaan wisselen. Wie gaat erin? Sterling gaat eruit voor een Depay. Oké. Ik wil niet veel zeggen, maar die Sterling deed het best aardig, hoor. Dat hij nog zo'n fraudekop erin beukte. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar... Ik zie zo'n Depay dat niet doen. Aupie, dat is geen buitenspel. En dat is tering veel ruimte. En Thomas... Nee, nee, nee. Thomas, let nou eens op, man. Jij hebt zo'n adelaarsoog. Dat Duitse befaamde fraudeoog. Oké. Hey, overtreding? Hey, man. Hier, optieven. Die had er al lang al gewoon niet ingemogen, maar ik had echt een overtreding moeten hebben. Maar meneer Vidal, de kekke Chileen, beukt hem erin. Meneer Piszczek, eroverheen. Mip. Terug naar binnen. Mep. Di Tomas. Mep. 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 Ah, dat is bed net aan buitenspel. Dat was zo vies hard uitgewerkt. Meneer Bellerabi. Gelijk door naar zo'n Thomas. Oh, Thomas die liep opeens. Die had zin. Die zat van, hey, passe dir ballen naar mij. Of wat Duitsers ook zeggen. Di Tomas. Aupi. Oh my god, die komt er nog doorheen. Ren. Run! Ik kan dat, dat kan gewoon niet. Dat werkt niet. Eipaasjes op zo'n zweterige manier. Dat werkt gewoon niet. Ik weet niet wat het is. Maar je zag hoe tering Bertie hem gaf. Kijk, dat is voorbij. En wat is er nou uiteindelijk gebeurd? Meneer Vidal, gelijk man of the match. 9,5, dat is lekker. Wij krijgen daar zo'n 644 muntjes voor. En dit zijn de resultaten. Het ging gelijk op. Maar ik schoot ze erin. Een goud pakketje als beloning. Er zit toch enorme kak in. Ja, wat zei ik je. De kans dat daar iets in zit is zo klein, joh. Onze volgende tegenstander is Luminous. Hij heeft zo'n Griezmann. Hij heeft zo'n Nee. Het is weer voorbij met de pret. Er zitten weer Barcelona-spelers en Real-spelers in. Het is echt weer voorbij met de pret. Gadverdamme. Ik bedoel, er zitten me toch even een paar vieze fraudeurs in zijn team. Zo'n kutbiscuit. Zo'n skelter van een Iniesta. En dan ook nog een lekje aanwezig hebben. Oh, fijn. Bellerabi, boeken. Gewoon boeken. En dan hakken we naar binnen. En dan paast hem door. Hé, zie je? Vieze Gerard. Vies joch. Hup, scoopt hem. Schiet maar gewoon. Ah, wie de fuck was dat nou weer? Dat is een corner. Oké, roep zo'n joch aan. Paast hem daar naartoe.
komt aan. Royce. Kut, Boateng. Kijk, dat is nou precies gehaktbalacties, hè. Die gaan ervoor lopen. En een beetje niks zitten doen. Gewoon als een homp vlees daar staan. Hé, hey, wat is dit? Zo'n Jordi Alba. Ja, dan gaat hij hem voorgeven op zo'n vieze bezem. En dan is het een goal. Kunnen mensen nog wel andere dingen? Of hoe zit dit? Weer die Jordi Alba over de vleugel. En gaat hij weer voorgeven op die tyfusbezem. En dan, ja, wat ga je nou doen? Wil je een loopactie maken met zo'n Alba? Die kan toch niks? Hier, Bellerabi, boeken jij. En een beetje naar binnen om te dreigen. En dan weer naar buiten. En dan doen we dit. En die zit die tyfus Gerard, die zit altijd in de weg. Gewoon even een voetje. Overduidelijk was dat geen corner. Thomas. Buitenspel? Hij stond op dezelfde lijn. Heb jij wel ogen, man? Hé, ik ben dood. Ik lig daar dood. Mijn benen zijn stuk. Gaat niet gefloten worden. Doe me niet aan. Thomas. Auw, op die brommer. Op die teringmotor springen. In de open. Kijk, dat is lekker. Sorry, keeper. Sorry. Moet even sorry gezegd worden. Even afgelopen met die pret. Met die vieze, vieze fraudeurs van die Spaanse league. Thomas. Thomas. Helemaal. Fucking Thomas. Ja, dat is de eerste helft voor je. Ja, die guy heeft niks gedaan. Nou, start die tweede helft maar op. Maar het is weer voorbij met de pret. Die guy die gaat gewoon frauderen, let maar op. Ik bedoel, hij heeft niet voor niks die Spaanse fraude. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar ik zit er voornamelijk elke keer tussen. Mag ik dan ook nog de bal hebben? Je rende maar gewoon langs. Ren er maar gewoon... Zo, wil je me dood hebben of zo? Die tyfus Gerard. Verdomme Gerard. Op tyfe. Kut Gerard, verdomme man. Oké, Thomas die moet even naar zo'n tweede paal toe rennen. En dan is het goed. En anders gebeurt dit. Oh, nee, hij gaat hier naar binnen. Ja, oh my god, Leno. Lekker. Ja, ik weet niet. In het begin had ik de dominatie over de wedstrijd. Maar nu gooit hij die Spaanse vrouw. Dit is een goal. Ja. Op een gegeven moment is deze guy echt fucking goed geworden. Ja, fucking goed zou ik ook weer niet willen zeggen. Maar op een gegeven moment zitten de spelers er gewoon niet meer tussen. Ja, hij doet ook niks qua verdediging. Kijk hem ook gewoon afwachten dan. En dan moet ik die actie maken. En dan schiet mijn guy niet. Oh mijn god. Mijn guy is gewoon niet op tijd. Oh mijn god. Royce, je moet nog één keer over zo'n bal heen stappen. En ik ga je gewoon discarden, jij hondenkind. Als die... Marco Royce is ergens goed in. Dat is verdedigen. En dan gewoon lekker over de bal heen stappen. Dat heeft hij nu letterlijk al iets van een stuk of 3 of 4 keer gedaan in deze wedstrijd. Hier. En dan door. En dan Castro naar beneden. Meh! Zit weer zo'n rat tussen. Nee. Nu dan. Nee. Nu dan. Nee, 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 nee. Gaan we. Meneer Aup. Thomas. Ouwe, houd toch eens op met die kutpases, ouwe. Ja, en er zit een gat. Hij is er door. Benzema. Oh mijn god, het is natuurlijk de 90ste minuut. Are you kidding me? Are you kidding me? Deze guy is so bad. Waarom omdat hij die vieze rik in zijn team heeft? Ja, nee, en dat is hem dan. Wauw. Wat tering nep, ouwe. Marco Royce, man of the match. Ja, dag. Die man moet een vertering uit de bank opzoeken. 600 muntjes. Ja, hier. Man heeft 8 reddingen. Meneer Alves. Wat een hond, ouwe. Ja, je kan wel zeggen, je weet niet hoe je met Marco Royce moet spelen. Je kan ook gewoon zeggen, die Marco is gewoon tering bad. What the fuck is er aan de hand, Marco? Maar wat zei ik net nou? Het was voorbij met de pret, weet je. Deze guy? Ik weet niet wat hier gebeurt. Het is deels Spaanse fraude. Gewoon de complete onderste helft is Spaanse fraude. En in die bovenste twee zit ik van, ja, dat zijn ook fraudeurs. Maar ik zei, ik had het voorspeld. Het was voorbij met de pret. Dat mag gewoon niet. Ja, dit is een goal. Gewoon letterlijk, hoe? Hoe kan dat opeens zo plaatsvinden? Het is gewoon, hier, Leonpaas. En opeens, steekpaas is hij doorheen. Terwijl Aup, zijn Aubameyang, die liep omhoog, hè?
En dan zou je zeggen, met hoge chemistry kunnen ze dan uiteindelijk zo'n communicatiedingetje doen, dat het uiteindelijk gaat. Maar die guy, die staat op nul chemistry. Die staat alleen, zeg maar, op de juiste plek, that's it. Wat gebeurt hier? Ja, en nu ben ik echt teringzoutig ook gelijk, hoor. Haatslidings, Thomas. Wat moeten we hier nou weer doen? Thomas, je mocht ook eerder schieten. Ik drukte al op schieten, maar toen werd je geduwd. En opeens was je helemaal vergeten van... ik had een schietopdracht staan. Thomas, deel 2. Nee, dit is Tsjech in een blauw pakkie. Tsjech in een blauw pakkie is veel beter dan Tsjech in een roze pakkie. Dit is een goal. Hij loopt er langs. Oké, ik maakte een fucking tackle en er gebeurde niks. Er gebeurt wederom niks. Juan Mata, de man die lijdt aan het RM fucking ziekte. Oh, het is een voorzet. Ja man, Aguero die een kopbal wint van Boateng. Er wordt gefraudeerd. Aupi langs dat lijntje. Aupi neerpost. Meneer Check in een blauw pakje is overduidelijk beter. Hier. Oh, Vidal. Meneer Petter Check. Thomas. Doe het nou toch eens wel. Doe het. Wat een meneer Check. Ik wil niet veel zeggen, maar hoeveel verschillende corners moet ik nog geven voordat die tyfusbal er eindelijk eens in wil gaan. Meneer Check, waarom wilde jij dat ene potje geen ene kut doen en dit potje wel? Ik wil niet veel zeggen, maar er staat wel vrij weinig vrij. Ik ben niet snel genoeg. Dag. Zo, de haatslidings. Tyfusleier, man, deze guy. Hier, geef me nou toch even een vrije trap. Dat zou toch de fucking derde moeten zijn en de derde kaart. Hé hey man, deze guy is zo bad. Maar het is gewoon de fraude die... Hier, zie dit. Meneer Check, kan ik kijken hoe teringgoed hij nu al is? Wat? Hoe gaat mijn guy nou weer liggen? Dit is gewoon... Hij gaat liggen voor geen ene kut, man. Hoe dan? Dat zou dan toch een overtreding moeten zijn? Jezus, hoe dan? Hoe kan zijn Aubameyang op 3 chemistry fucking beter zijn dan mijn Aubameyang op volle chemistry? Thomas, haatsliding. Meneer Check, hou nou toch eens op. Ik moest fucking dubbele Remco doelpunt maken om uiteindelijk een dubbele Remco poelen om er doorheen te komen. Meneer Check, tyfusfraudeur. Hé, hey, dat zou dan toch een fucking overtreding moeten zijn, man. Zag je hoe die me blokte? Haatsliding, geen eens. Haatsliding, oh, verbaas me. Thomas. Tyfus, meneer Check. Ik begin me echt een partijtje zout te worden hier. Deze guy komt echt met de grootste funzigheid komt hij weg, joh. En hij is zo bad, maar hij komt er gewoon mee weg. Thomas, Aupi. Nee, dat komt er niet doorheen. Aupi, nu dan. Dit is te... Wat? Hoe schiet je hem zo hard, man? Wat? Dat was echt een 2-bar. 2-bar finesse, korte hoek. Nee, we tieven hem gewoon even lekker hard. Oh my god, en dan fneuk ik ook nog mijn fake shot. Ouwe, elke FIFA-speler moet dit bekijken en gewoon zitten van... Hé man, dit spel klopt voor geen meter. Zie je dit joch ook niet doordrukken? Hij weet gewoon dat hij, als hij doordrukt... dat hij mij sneller dan de kans geeft om terug te komen. Vidal! Zit die Gerard er weer tussen? Nee! In de herhaling alstublieft. Aupi, loop. Nee man, nee. Petter, check je vies joch. Kop hem door. Nee, dat is een overtreding. Dat is een overtreding. Jij vies joch. Jij tyfusfraudeur. We gaan eens even kijken hoeveel reddingen. Meneer Leno,
3. Petr Cech, 14. 14 reddingen. Echt, als ik fucking deze guy gewoon mijn handen om zijn nek kan leggen. Oh, wat een teringjoch is dit. Die voor je, ik ga eens nog een pakketje openen. Heb ik wel verdiend aan zo'n stressvolle kutgame. Ah, dit is een joch. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vond je het leuk? Hoe de fraude plaatsvond? Doe dan even een duimpje omhoog. Of dat je überhaupt de fraude hebt gezien, doe dan een duimpje omhoog. Dan kan je dus gewoon erkennen. En dan moeten we dus blijkbaar even gewoon zo'n EA een mailtje sturen. Omdat die teringpettercheck, die klopt voor geen meter. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Doei doei. Maar, meneer... Tief die bal erin. Oké, okay, dat is één. 3 minuten. Pak die bal op. Er wordt geen sorry gezegd. Nee, nee. Dit is zo'n smeerlap. Optieven met z'n sorry.